staat het kerstmenu met een rundtartaar. Geen klassieke rundtartaar, maar het is er eentje met een Aziatische toets daaraan. Ik heb uiteraard een heel lekker stukje vlees om, dus ik kies voor de filet puur. Verder nog avocado, granaatappel en radijsjes. Voor mijn vlees te marineren heb ik een chilipeper nodig, olijfolie, een beetje sojasaus en Worcestershire saus. Ik begin met een lekkere filet puur en die ga ik nu in stukjes snijden. En nu moet er natuurlijk heel wat smaak aan toegevoegd worden. En ik begin al met een chilipeper, maar die pitjes verwijder ik toch omdat anders iets te pikant zou zijn. Gewoon zo. En dan rollen al die pitjes daaruit. En dan komen er nog heel wat smaken. Ik begin al met een speciale, de sojasaus. En soja wordt ook wel een beetje het zout van de Aziatische keuken genoemd. En ook nog Worcestershire saus. En dan een gewone klassieke olijfolie. Nu nog een beetje koriander en dat is dan voor de frisse en ook weer die Aziatische smaak. En dan gewoon een beetje peper en zout. En dat mag nu een kwartiertje in de koelkast. Voor zo'n feestelijk gerechtje hoort natuurlijk ook een beetje een feestelijke afwerking. En dat ga ik doen door flinterdunne radijsjes te snijden. En die heb ik, voordat ik mijn bord dresseer, niet meer nodig. Want er hoort wel nog iets anders bij die tartaar. En dat is een avocado. En het beste is natuurlijk dat je een goede rijpe avocado kiest. Nu, avocado heeft één nadeel. Dat gaat nogal snel bruin worden. En om dat te vermijden, ga je die best met een beetje limoensap of citroensap gaan besprenkelen. Bij die avocado hoort ook nog granaatappel. Ik hou er een paar apart van die granaatappelpitjes en dat is dan voor de afwerking. Hier hoeft enkel nog een beetje koriander bij. Dit gerechtje is eigenlijk een ideale opener om onze smaakpapillen in gang te zetten en zeker als je daar nog een glaasje champagne bij drinkt. Het vlees heeft nu een kwartiertje kunnen marineren in de koelkast. Dus nu is het gewoon afwerken. Daarvoor heb ik zo een servering nodig. En hier komt al een portie van het vlees in. Maar ik moet er wel op letten dat ik het vlees goed aandruk. En dan werk ik dat af met de avocado en de granaatappelpitjes. En ook die druk ik een beetje aan. Die radijsjes, die komen er rond. Ik heb hier nog de opzij gehouden granaatappelpitjes. En dan nog een paar blaadjes koriander. En dan hebben we zo een heel snel en vooral een heel lekker hapje klaargemaakt.